Want Brahma, wat iedereen wil weten, kun je spelen zondag? Nou ja, ik heb vanaf maandag weer meegetraind met de groep. Nadat ik 7 weken eigenlijk niet echt met de groep heb meegetraind. Dus ja, dat zullen we moeten zien. Maar ik voel me goed. Dus ik denk wel dat ik minuten kan maken. Maar we zullen zien hoe deze week mijn knie reageert op volle belasting. En dan gaan we een beslissing maken. Wat vaak natuurlijk wel zo is, als je een tijdje niet hebt gespeeld, je mist wedstrijdritme. Daarover zei hij, bij jou durfde hij dat wel aan. Kun je dat voorstellen? Ja, aan de ene kant wel. Ik heb natuurlijk in mijn leven wel meer wedstrijden gespeeld. Aan de andere kant ben ik wel een speler die in zijn ritme het beste uit mezelf kan halen. En ik zal niet nu net zo goed zijn als 8 weken geleden. Dus ik zal wel wat tijd nodig hebben, maar ik verwacht wel dat het snel weer komt. En als je zegt niet zo goed zijn, kun je ook aangeven waarom dat dan bijvoorbeeld in kan zitten? Nou, als je elke week met de groep traint, dan ben je constant op hoog niveau aan het denken, snel aan het handelen. En met een fysio 1-op-1 heb je dat niet zo. Je bent meer met je knie bezig en wil je dat nog niet zo snel allemaal doen, om je knie wel de juiste belasting te geven. Dus dan kun je niet de eerste paar weken al volle bak gaan. Dus je hebt niet het snelle denken, een duel, iemand die op je komt afrennen om druk te zetten. Dat soort onvoorspelbaarheden, die heb je niet in een revalidatie. In ieder geval veel minder. Ja, je zei net van het is even afwachten hoe mijn knie gaat reageren ook deze week. Ja. Maar als je zou moeten aangeven in percentages hoe ver die is. Is dat te doen? Dat is wel te doen, 95%. Wanneer denk je dat definitief de knoop wordt doorgehakt? Ik denk na vrijdag, zaterdag. Ik denk dat we wel goed weten hoe deze trainingsweek verlopen is. En hoe we dat kunnen inschatten richting zondag. Of starten haalbaar is, of misschien invallen, of misschien helemaal niet. Dat moeten we nog even bespreken. Ja, dat is natuurlijk ook nog de vraag. Spelen is één ding, maar hoe lang zou je dan mee kunnen doen? Ja, nee, maar ik ben ook 7 weken, ik heb wel hard getraind. Misschien wel harder dan de jongens, maar op een andere manier. Als je geblesseerd bent, moet je veel oefeningen doen. En het is echt een middag krachttraining en een ochtend veldtraining of andersom. Dus je bent wel veel aan het trainen, maar je kunt niet zo goed trainen en zo belastend trainen als dat de jongens doen. Dus ja, je loopt daarin gewoon wat achter. Ik heb geen wedstrijden gespeeld. Dat is natuurlijk ook een groot conditiemoment. Dus ja, we moeten zien hoe dat zal gaan op een zondag. Mocht ik kunnen spelen. En hoe lang, dat is de vraag. Mocht je het halen, is het toch wel een potje om er weer bij te komen, denk ik. Ja, dat is wel meteen een volle bak, zag ik. Bijna uitverkocht, of zo goed als uitverkocht. Tegen een streekgenoot die ook bovenin meedoet. Dus nee, het is een uitstekende pot en dat is alleen maar leuk om mee te doen. En dit soort wedstrijden wil je ook spelen. En zeker thuis voor een vol publiek. En daar mogen we helemaal niet over klagen dit jaar, denk ik. Dat is fantastisch. Wil je daarbij zijn. En gelukkig ziet het er goed uit.